De zorg verandert. Er zijn bezuinigingen, ontwikkelingen en onzekerheden. Kortom, er zijn zorgen rondom de zorg. Maar innovatieve en technologische ontwikkelingen geven nieuwe mogelijkheden. In deze aflevering ga ik kennis maken met 3D-toepassingen. Als voorbeeld neem ik de steunzool. Mijn voet wordt heel state-of-the-art opgemeten. Er blijken ook 3D-geprinte oefenbaby's te bestaan. Maar nu eerst mijn steunzool. Goedemorgen, Manuel Venderbos. Ik kom een steunzool aan laten meten. Dan mag je altijd naar binnen. Nou, nu wordt eerst mijn voet gegipst voor het aanmeten van een steunzool. Ook nooit gedacht dat ik die voor mijn 40ste nog eens aangemeten zou krijgen. Maar goed, kom maar op. Hi. Hallo, Manuel. Ik verwachtte een witte jas, maar... Nee, die dragen wij over het algemeen niet. Dan zou ik verder de spullen pakken om jouw voet in te kunnen gipsen. Ja. Ja, dus blijf rustig zitten. Mm-hmm. Ik ga uiteindelijk jouw voet ingipsen tot net, ja, boven je enkels. Een stukje de hak en ook de voorvoet. Dus dan hebben we het meeste controle over jouw voet en enkel. Ja. Nou, kom maar op. Ja, ben je klaar voor? Mm-hmm. Is het koud? Nee. Het is lauw warm water. Zodat hij ook wat sneller gaat en hier niet te lang hoeft te zitten. Nou gaat het programma over de zorg van morgen. Mm-hmm. Dit is eigenlijk hoe het vroeger ging. Nog steeds gaat. Nog steeds gaat. Ja. Wat is hier mis mee? Nou, je merkt al dat we best wel lang bezig zijn. En het zou eigenlijk heel makkelijk zijn om dat bijvoorbeeld door middel van een scanner eromheen te halen, dat ik daarmee dezelfde afdruk heb. Ja. Plus hier zitten dan nog stappen achter die ook nog weer meer bewerking zijn. Zo, het laatste stukje. Krijg je er meteen een gratis massage bij. Hmm. Pak ik even je voet op. Kijk, dan kan ik er wat makkelijker bij. Nou, dan kunnen we hier de voet eruit halen. En dit kan dan verder naar de productie toe. En daar maken ze mijn steunzool. Nou, hier kwam weinig technologie aan te pas. Maar de zorg is al wel veel veranderd. En professor Caroline Hummels weet wat ons nog meer te wachten staat. Ik zie eigenlijk twee ontwikkelingen, of tenminste, ik zie meer, maar de twee hele belangrijke is dat we nu zitten in een kenniseconomie. En dan zie je dat er heel veel technologie is en heel veel aan elkaar geknoopt wordt en heel veel platforms zijn. En die maken het eigenlijk mogelijk dat jij en ik, ja, als burger, veel meer zelf kan doen. Veel meer initiatief kan nemen, veel meer zelf regie kan nemen. Daarnaast is het eigenlijk dat we heel veel maatschappelijke uitdagingen hebben die zo groot zijn dat jij en ik ze persoonlijk niet kunnen oplossen. Dus dat betekent eigenlijk dat we elkaar nodig hebben. Dus al die partners, het ziekenhuis, de huisarts, et cetera, ik, misschien mijn mantelzorgers, die komen steeds meer aan elkaar verbonden, ook met technologie, zodat we steeds zeker van elkaar zien wat we aan het doen zijn en hoe we vooruit komen. Terug naar mijn zool. Tegenwoordig kan dat ook met een 3D-scanner. Nou beginnen we met het scannen van jouw linkervoet. Dus je mag je linkervoet op de scanner zetten. En dan mag je gewoon... Yes, en erop staan? Ga maar erop staan. En je rechtervoet mag je op het witte gedeelte ernaast zetten. Oké. Dit was het al. Ja? Maar ik ben nu echt 1,5 minuut bezig. Ja. En nu ben je eigenlijk als... Nou ja, ik zie al een soort van vorm, terwijl met dat gipsen... ben je echt aan het kliederen en aan het doen en dat duurt dan even. Ja, de technologie ondersteunt je normale onderzoek. Ja, dus je zit nog steeds aan voeten te frimmelen en te voelen en te kijken hoe het zit. Ja. De volgende stap, het frezen van de zool. Duurt lang. Dat ging heel soepel. Ik hou alleen een draadje over. Eerst de onderste en dan de bovenste. Er zijn ook hele bijzondere 3D-uitvindingen, zoals geprinte oefenbaby's. Deze poppen worden tegenwoordig in de neonatologie gebruikt.
Om artsen op te leiden om te intuberen en hartmassage te geven bij kinderen. Met de two-thumb techniek, dus op de borstkas te drukken. En te intuberen met een aantal hulpstukken. Door de mond open te doen om de slang in te brengen. Het proces waar ik mee bezig ben op dit moment, is dat nog een stap verder te trekken. Hier hebben we twee ribbenkasten in flexibel materiaal geprint, die dus ook van een echt kind zijn. Dus de maataanduiding is ook een kopie daarvan. We hebben daarnaast ook een set longen geprint uit een heel delicaat materiaal, of in ieder geval een siliconen materiaal, wat eigenlijk ook een beetje aangeeft hoe flexibel en hoe fragiel het in het echt eigenlijk is. En als we nagaan dat bij het intuberen een slang van deze maat in de luchtweg geschoven moet worden, dan krijg je al een beetje een idee van de moeilijkheidsgraad, van hoe moeilijk het eigenlijk echt is. Dan hebben we ook een volledig model van het botweefsel van een voldragen kind. Dus het was 40 weken. Dus je moet het moet voelen zoals werkelijkheid en eigenlijk ook uitzien als werkelijkheid. En je wil een stukje meten intern. Dus als iemand iets doet, die slang die gaat die luchtweg in, wil je meten hoe goed iemand dat doet. Maar je wilt eigenlijk ook meten hoe goed een uitvoer is van een bepaalde handeling. Willen we eigenlijk ook een aantal sensoren integreren. Hier is daar een voorbeeld van. Waarbij we op de kaakspieren van de mond hebben een aantal sensoren gebouwd. Dus waarbij we de lift van de kaak in een van de handelingen in de procedure en de opening van de mond met reksensoren kunnen monitoren. De doelgroep van dit project zijn eigenlijk de neonatologen, dus kinderverloskundigen en de verpleegkundigen die daarbij zijn op de neonatal intensive care units. En iets heel anders, revalideren wordt veel minder saai door een interactieve lichtmuur. Het begint hier en dan omhoog. Ja, nog een keer. Nog een keer. Ga door. Het grote voordeel is dat het geeft een andere dimensie weer aan de therapie. Kinderen zijn vaak extra gemotiveerd voor zo'n spelletje. Het voelt voor hun vaak niet als echt een therapie, maar echt als een spelletje. Dus het is echt als spelen. Matthäus heeft een cerebrale parese. Rond de geboorte heeft hij een... Spastiek. Inderdaad, spastisch is hij inderdaad. Heeft hij dus een probleem gehad in zijn hersenen. Door dus eigenlijk problemen heeft met de aansturing van zijn spieren. En op deze manier kunnen we voor hem heel mooi zijn armfunctie trainen. Ja! Alles? Daar waren ze. Jee, ik vind die muur wel leuk, ja. Je kan hem aanpassen aan de kinderen. En met deze muur heb je heel veel plezier. Ik vind hem zelf ook wel heel prettig werken, vooral omdat ik hem kan instellen op het kind. Bij andere computerspelletjes ben je toch gebonden aan het spelletje zelf en de mogelijkheden die het zo al biedt. Wanneer gaat hij kapot? Nog even doorgaan, bijna. Verder met de steunzool. De opvolger van de 3D-scanner wordt de Smart Glove. Dat is nu nog een prototype. Goedemiddag. Dag, Fred Holtkamp. Manuel. Aangenaam. Je gaat me laten zien hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Ja, wat je hier ziet is een soort van opstelling zoals we die hopelijk in de toekomst kunnen gaan verder ontwikkelen. Dus een experimentele opstelling. Ik kan dat bijvoorbeeld laten zien aan de vorm van deze handschoen. Mm-hmm. Die handschoen die is gekoppeld met een aantal sensoren en die meten precies in de ruimte waar die sensoren zich bevinden. Dus hiermee kun je hoe hard jij hier op mijn wreef drukt. Ja, dus als je de combinatie meet, pakt van de sterkte waarmee je iets indrukt, ja. Dus de druk en de positie, dan heb je alle data die je wil hebben. En uiteindelijk is het dan de bedoeling dat je dus dat gipsen gaat vervangen door werken met twee handschoenen, waarbij je zeg maar het been als het ware in je hand neemt en dan over de voet en de enkel heen drapeert, waarbij je in principe dus alle data die je nu met die 3D-scanner opmeet, ja, als vanzelf triggert in het systeem, want hij loopt continu mee. Maar dit lijkt gewoon wel een klushandschoen. Dit is gewoon een bouwhandschoen uit de bouwmarkt. Ja. En dat kunnen we gewoon gebruiken omdat het echt een experimentele
handschoen is. Ik snap nu hoe het werkt, maar ik heb nog geen nieuwe zool. Nee. Nou ja, dan is het misschien goed om te laten zien dat de volgende stap de stap is dat we deze zool, die zullen we opslaan op een USB-stick. Fred zet mijn medische gegevens nu dus op een USB-stick. Maar straks gaat alles in de cloud. Hoe gaan we dat eigenlijk beveiligen? Er is heel veel kennis aanwezig van hoe dingen te beschermen. En daar maken we natuurlijk ook voor de gezondheidszorg gebruik van. Maar ik denk de ontwikkelingen die je nu heel erg ziet, is dat men kijkt naar van hoe kun je het ook in velden opslaan. Dus hoe kan het niet alle informatie op één plek staan, maar hoe kan het eigenlijk in compartimenten en verdeeld en verspreid worden. Zodat bijvoorbeeld jouw persoonlijke gegevens in een bepaald veld staan en jouw medische gegevens, en misschien is dat nog wel verder opgedeeld, ook in bepaalde velden staan. Zodat ook alleen maar mensen bij die velden kunnen als ze daar ofwel rechten toe hebben of dat er een reden is dat je daadwerkelijk daarbij kan. Maar wat natuurlijk ook aan de andere kant mooi is als je die velden hebt, is dat je los van jou, omdat dat in een andere veld staat, jouw persoonlijke gegevens, los van jou ook kan kijken van wat zegt onze leefstijl, wat zegt een bepaalde manier van behandeling nou voor ons, wat geeft dat voor kennis en hoe helpen we dus ook de wetenschap en alle informatie in de gezondheidszorg weer vooruit. Dus ook nog een heel positief punt dus aan die cloud en aan die informatie en al die data. Ook de opleiding van de zorgprofessional verandert mee. Zo gebruiken studenten van de Paramedische Hogeschool een 3D-bestralingssimulator. Ik doe de opleiding medische, beeldvormende en radiotherapeutische technieken. En we hebben hier een 3D-systeem waarmee we leren om patiënten te bestralen. Ik heb net de 3D-modus aangezet op het systeem. Ik heb een 3D-bril opgezet. En nu lijkt het of je echt in de kamer staat en zelf aan het bedienen bent. We zien hier een borstkas van een patiënt op tafel liggen. Je kunt helemaal het echte 3D-gevoel krijgen doordat je helemaal om de patiënt kan draaien. Je kan om de organen draaien. En op die manier kun je de patiënt goed positioneren zodat hij klaar is voor de bestraling. Wat je hier ziet is een patiënt die bestraald zou worden op het hoofd-hals-gedeelte. Het voordeel van 3D is dat je heel goed kan zien hoe de ligging is van die speekselklieren, hoe de ligging is van het ruggenmerg ten opzichte van de tumor, ten opzichte van andere organen, waardoor je die kennis mee kan nemen in het bepalen hoe ik de patiënt ga bestralen. En daarnaast kunnen we ook fouten of errors creëren. Stel, die patiënt die blijft niet goed liggen en die verplaatst zich een beetje, dan kan je doordat die kleuren zich veranderen laten zien wat de invloed is op een kritiek orgaan en wat de invloed is op de tumor zelf. Op dit stickje staat alle informatie van de Smart Glove. En ik ben hier bij Ricardo. Ricardo, wat ga jij er nu mee doen? Ik ga het bestandje wat hierop staat ga ik inlezen in een computerprogramma. En het computerprogramma is gekoppeld aan de printer. Dus daarmee kan ik meteen zien of het te printen is wat we hebben gemaakt. Okay. Hierbovenin zie je een kop bewegen. Ja, maar in vergelijking met het frezen heb je dus een heel groot rechthoekig vlak. Ja. En hierbij print je dus eigenlijk alleen datgene wat je nodig hebt. Exact. Dus goedkoper? Nu even nog niet, denk ik, omdat het proces van printen heel erg duur is. Ja. Ook afhankelijk van welke printer je kiest. Maar het voordeel van 3D-printen is dat je in plaats van dat je materiaal weghaalt, ga je materiaal neerleggen waar het nodig is. Dus je bespaart materiaal. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Je loopt naar om de hoek van de straat, heb je een printshop en daar stuur je bestanden naartoe en dan haal je dezelfde dag je producten weer op. En dan kun je dus daarmee verder. Ja. Ik heb wel eens gehoord innovate or die. Maar innovatie kost geld. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk ook weer terugverdiend worden. Ja, ik denk dat je op een aantal manieren door innovaties geld zou kunnen besparen in de zorg. Allereerst dat dingen gepersonaliseerd worden. Dus je krijgt steeds meer technologie en steeds meer mogelijkheden om het af te stemmen op jou. Wat heb je nou precies nodig? Maar dat betekent dat je minder met een kanon op een mug schiet. Dus je kan veel meer precies aangeven wat heeft iemand nodig en die hulp bieden. Tweede is denk ik dat we heel erg bezig zijn in Nederland en in het buitenland ook. In de zorg te kijken of we van de specialistische hulp die we in ziekenhuizen hebben, of je dat kunt krijgen langzaamaan naar de huisarts en naar de thuissituatie. Want als je niet elke keer naar het ziekenhuis moet, maar je kan al bijvoorbeeld meten hoe je waardes zijn. En die worden door het ziekenhuis doorgestuurd. Dan hoef je alleen maar een consult te hebben daar waar het nodig is. Simpele oplossingen zijn er gewoon niet, dus we zullen het met elkaar moeten doen. Maar ik denk dat de verschuiving die vooral moet plaatsvinden en eigenlijk al aan het plaatsvinden is dat we het systemisch benaderen. Dus holistisch naar het totale plaatje kijken en dan kijken hoe kunnen we die oplossing bereiken samen.
dit gaan we dus gewoon kwijtraken. Dan ben ik toch wel een beetje nostalgisch en ik denk dat ik dit ga missen. Wordt gewoon een collectors item, maar iets van mij. Wil je nou meer informatie over dit onderwerp? Dat kan. Dan moet je gewoon even naar onze website gaan. Tot de volgende!